de ruggenbreker. Het is enorm en is onvoorstelbaar zwaar. Maar alles om de klus te klaren. Gemaakt in gigantische hoeveelheid, vergelijkbaar met de klasse 15 en de klasse 27-28. En net als de 27 een kleinere versie had, de 28, heeft ook de 66 een klein gezinslid, de Singer 99. De 99 is driekwart het formaat van de 66, maar mechanisch zijn ze gelijk. Terug naar de 66. De 66 kwam in productie in 1907 en was toen een flinke klasse beter dan de bestaande naaimachines. In Schotland bleef die in productie tot 1939. Aan het eind van de video vertel ik je meer over de 66's die een makeover ondergingen. Dit is een 66 gebouwd in 1927. Uitgaande van deze lijst durf ik te zeggen dat het een Singer 66-6 is. Het heeft namelijk een motor, een solide balance wheel, maar geen handvat voor het instellen van het stikselafstand. Het mist het beschermplaatje aan de voorzijde, maar ziet er fatsoenlijk uit voor zijn leeftijd. Zou je op het eerste gezicht denken. De optionele motor bedien je met de kniebediening. Normale pedalen kunnen over de gladde vloer schuiven. Deze beugel blijft altijd op dezelfde plek. Helaas is de motor voor 110 volt en wij hebben 220. Maar ik kan je het inrijgen laten zien. En ik heb zometeen wat meer info nadat we de machine hebben ingeregen. En dat inrijgen dat doen we met een andere Singer 66. Een 66-5 die ik speciaal voor dit deel gekocht heb. Onbekend met de 66 gebruikt de standaard 15x1 naald, beter bekend als de 130/705H. Maar de spoeltjes zijn anders dan de standaard spoelen. Gebruik klasse 66. Ik raad je zelfs aan om metalen exemplaren daarvan te gebruiken. Om te naaien heb je een boven- en een onderdraad nodig. Daarom moeten we een spoeltje gaan winden. Glijd een lege spoel op dit uitsteeksel. Zet de volle klos bovenop de machine en glijd het draad langs deze haak uiterst links. Via deze inkeping naar de spoel. En steek het draad door het gaatje heen. Duw het element tegen het balancewiel aan. Het rubberen wieltje moet contact maken met het grotere balancewiel. Draai de radafzettingsschijf achterop een kwartslag naar links om te winden zonder dat de naald beweegt. En nu kan je een spoeltje gaan winden. Wanneer het spoeltje vol is, zal dit vingertje de boel losgooien. Maar je kan het ook zelf een zetje geven. En dan in de machine steken. Het draad moet tegen de klok in aflopen. Pak het uiteinde van de draad vast en schuif het in de groef. En beweeg het diagonaal van je af totdat het gat eronder bereikt. Het draad beweegt nu wat meer vrijelijk. De klos staat nog steeds bovenop en geleidt het draad via deze haak. Naar beneden naar het spanningselement en tussen de schijven door. Zorg dat de veer het draad oppikt. Links en onder deze haak en dan omhoog. Door de arm heen van rechts naar links. Naar beneden, achter deze haak. En net boven de naald een tweede haak. De naald moet overigens met de platte kant naar rechts toe. Het draad gaat door de naald heen van links naar rechts. Trek het onderdraad op en nou kan je gaan naaien. De 66 kan werken met dunne materialen, maar ook wat dikker canvas. Ik heb wat leer liggen, dus ik doe even wat leertestjes. Twee lagen leder is geen enkel probleem. En zelfs een derde laag, geen issues. Kijk naar de overgang, het ziet er gewoon goed uit. En een mooi stiksel.
En zoals ik al zei, de machine klaart gewoon de klus. Het werkt als een model 16, maar mist deze vervelende behuizing. En ook geen gedoe om het onderin te klikken. Neem een dropstaal spoeltje, zodat je snel van spoel kan wisselen. Druk op dit knopje. Wanneer je naait, pakt de haak het draad en trekt deze om het verste punt heen en gaat weer terug. Het is een horizontaal geplaatst oscillerend systeem. Het andere systeem dat je wellicht kent is een roterend systeem zoals bij deze 201. En bij die 201 maakt de haak een complete omwenteling. Dat doet de 66 niet. En wat verder te vertellen. Nou, je moet het ook onderhouden. Voer het olie. Deponeer druppels in de gaten op de machine. Maar ook achter het plaatje aan deze voorzijde. Achter dit inspectieplaatje. En ook onder de naaimachine. Alles dat beweegt heeft olie nodig. En ook is er een olieopzuig- en afgiftepunt. Dit rode dingetje zuigt olie op. Oh ja, de knop om het stikstofafstand in te stellen. De meeste klasse 66 modellen hebben de knop en niet dit handvat. Dus ons model heeft geen standje achteruit. En dan de andere informatie. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er een hoop 66's opnieuw opgebouwd. De meeste daarvan hebben dit zogenaamde paperclipversiering en missen dit plakkaat. Die hebben ook een motor die niet van Singer zelf is. Dit is wel een originele motor. Dit is een legende. En dit is alles wat ik met je kon delen. Veel plezier met deze machine. En heb je vragen? Laat een berichtje achter.